Wat zou u willen zeggen tegen uw geliefde op het eind van uw leven? En stel nou dat dat niet kan. U hebt ALS, geen stem, geen beweging. Zou er een manier zijn om toch in verbinding te blijven? Een wetenschappelijke doorbraak op de Radboud Universiteit in Nijmegen meet vanuit hersengolven waar aandacht is, waar concentratie is. En zo kan je met een zintype door je aandacht te richten simpelweg op de juiste toetsen. Dit is de eerste brain-computer interface die snel is en betrouwbaar, plug and play. Mijn naam is Peter de Saint, uitvinder en medeoprichter van MindEffect, een start-up op de Noviotech campus. We zoeken een investeerder die met ons team deze toepassing van kunstmatige intelligentie in de markt zet. En zo geven we patiënten die totaal verlamd zijn een stem om wensen, affectie te kunnen uiten. Ik ontmoet u graag.